In de hoofdrol. Want hier plaagt ze jou bij 1 van de 8. Jij plaagt terug in de hoofdrol. Ik denk ook dat het later is dan 1 van de 8. Maar dat weet ik niet helemaal zelf. Heb jij nou 2 fragmenten van jezelf gekozen? Nee, hebben wij gedaan, nee, Mark-Marie. Nee, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Laten we even, omdat het zo leuk is. Je hebt deze in de auto kiezen. Nee, maar het is de hoofdrol. Ze wilden een nieuwe kant. Ze wilden jonge mensen ook. Iets jongere mensen. Ja, was hartstikke jong, ja. Was heel jong. Ja. Ik wilde eerst niet. Ik zeg bijvoorbeeld, op een gegeven moment ga ik dat had nog bijna geen leven, bij wijze van spreken. Ja, ik had echt nog helemaal niks. Nee. Maar Joop van NSC, maar jonge mensen vindt ze ook belangrijk. En ze had me al heel lang gevolgd. En ze deed toen, ze kwam net weer terug van, is een tijdje ziek geweest. En heeft ze dus aan de iets dat weet jij beter. Ja, ja, half allebei de kant. Ja, ja, dat heeft 4 jaar geduurd volgens mij. Dus ik kwam weer terug met In de Hoofdrol, nieuwe versie. Ja. En ik was geloof ik de tweede opname van het seizoen. En toen na de tweede opname zei ze ook dat ze weer helemaal terug was. Dat ze weer, want ze was ook echt filijn. Want ik, mijn hele familie wilde niet meewerken. Ik zat met 8 enorme leuke tantes. Maar mijn familie zat in de zaal. Niemand had wat gedaan, behalve mijn moeder. Mijn vriend was er niet. Niemand wilde. Dus het was een leuke uit, maar het was ook heel raar. Ja. En uiteindelijk, zij had er zoveel lol in. En ja, ik heb het net teruggezien, het fragmentje. Want ook, ik heb haar nooit verteld. Een vriendin van mij had zich versproken op de dag dat de opname was. Nee, dag, je wist het. De vriendin heet Anna. En, dus ik had alleen mijn agenda staan dat ik naar de tandarts moest. Dus ik dacht, ja, dat zal dan wel in de hoofdrol de overval zijn. Dan word je dezelfde dag meegenomen en s'avonds in de spand. Is dat ja, dan moet je even aan de jongere kijkers uitleggen. Ja. Je ging zogenaamd naar de tandarts, maar het zat allemaal in complot. Complot. En dan kwam Mies Bouwman binnen en die zegt, kom jij maar eens mee naar de hoofdrol. Die was dat, bleek dat de tandarts... Als je ja, maar nu zie je dus, want ik wist het. Nou zie je ook een soort lachje van mij, ik kan nu ook doorrijden. De hele boel op, oh, dat zie je net niet. Maar goed, omdat ik het door had, maar het was een waanzinnige dag. Even een klein stukje uit In de Hoofdrol met Paul. Maar er zijn wel meer mensen die mij te grof vinden. Ja, hoe komt dat dan, Paul? Dat komt wel goed in de toekomst. Je moet nog groeien. Als ik heel oud ben, dan ben ik heel erg kalm. Als ik oud word. Als je bejaard bent, dan ben je toch zo dol op de bejaarden. Nou, kijk, ik kom toch ook bij jou in je programma?